Ooit was Skoda het onbetwiste budgetmerk van de Volkswagen Groep. Sympathieke modellen, niet al te veel poespas, maar daardoor wel goedkoop en lekker ruim. Maar ja, neem nou zo'n Skoda Yeti. Zo'n hartstikke stoere car zou je zo op je oprit zetten. Of lekker in het bos natuurlijk met zijn stoere uitstraling. Maar wel een vanafprijs van 25.000 euro. Dus hoe budget is dat nog? Zeker als je het gaat afzetten tegenover een Dacia Duster. Want die heeft ook een stoere uitstraling, is er ook in het groen. En deze is er al vanaf nog geen 17.000 euro. Dus hoe budget is budget? Nou, budget is toch best wel budget aan boord van deze Dacia Duster. En dat zit hem dan niet eens zozeer in de uitrusting. Want wij hebben de allerduurste Prestige, die kost 22.000 euro. En dan heb je gewoon heel netjes airco, navigatie, cruise control. Kortom, alles om het autorijden net even dat beetje aangenamer te maken. Maar je merkt het in de afwerking. Neem de stoel. Ik ben 1,80 meter, ik heb niet hele lange benen, maar de zitting komt amper tot aan de helft van mijn bovenbenen. En het stuur is ook niet axiaal verstelbaar, dus als je met je handen goed zit, dan zitten je benen te kort op de pedalen en vice versa. En dan is er nog het scherm van de navigatie. Het zit erop, dat is heel netjes, alleen het zit zo laag dat je niet tegelijkertijd op je navi kan kijken en nog een beetje het verkeer in de gaten kan houden. Dus het is het een of het ander. En dat is natuurlijk niet handig als je ergens niet bekend bent en die navigatie nodig hebt. En dan heb je nog achter de zonneklep een spiegeltje. Dat is heel sympathiek. Alleen er zit geen klepje voor. Dus als je de zonneklep gebruikt, dan zie je continu jezelf sturen. Het zijn geen halszaken, maar dat zijn wel dingen waaraan je merkt dat deze auto toch een beetje op een beperkt budget is ontwikkeld. En dat is grappig, want op technisch vlak is deze auto gewoon helemaal bij de tijd. Voorin ligt een moderne 1,2 liter TCE turbomotor. 125 pk en 205 Nm. En dat is gewoon een heel soepel blok. Het zijn geen sportprestaties die je hebt, maar je komt heel makkelijk met het verkeer mee. Je hoeft de zesbak eigenlijk nooit echt een paar stappen terug te zetten om even in te halen. Dus dat is prima. En dat geldt ook voor het onderstel. Het loopt niet over van sportiviteit, het is ook niet opmerkelijk comfortabel. Maar het is gewoon een oké compromis. Het absorbeert hobbels, je glijdt niet bij een natte bocht meteen tegen een boom aan. Het doet wat het moet doen en doet dat ruim voldoende. En ruim voldoende is voor 22.000 euro natuurlijk gewoon prima. En dan kun je je afvragen, wat biedt een Skoda Yeti, die 7.000 euro duurder is, dan nog extra? Nou, als antwoord op de vraag, wat krijg je meer voor de 7.000 euro die je extra in deze Yeti investeert? In ieder geval geen motorvermogen, want in de Duster 125 pk 205 Nm en in de Yeti 105 pk en 175 Nm koppel. En dat is net aan voldoende voor deze auto. Het is dat die TSI heel erg vloeiend is, dat hij zijn maximale koppel al bij 1750 toeren per minuut heeft. Maar je merkt wel dat het motortje behoorlijk hard moet werken om de gang erin te houden. Vooral op de snelweg merk je dat. Het is gekoppeld aan de 7-traps DSG. Nou, die kennen we, die schakelt bliksemsnel. Je merkt bijna niet dat je van verzet moet wisselen. En daardoor zijn de prestaties in harde cijfers alleszins oké. Je merkt toch, het is wel echt de ondergrens voor deze auto. Wat ze dan wel weer goed voor elkaar hebben, is het onderstel. Ze hebben hem vrij stug gemaakt, bijna zelfs hard. Je merkt heel nadrukkelijk wat er gebeurt. Maar dat verleent hem wel wat dynamische capaciteiten. Je kunt echt wel even lekker een bochtje pakken met deze auto. Zit je daar echt op te wachten? Nou, waarschijnlijk koop je hem er niet voor. Maar het is in ieder geval leuk om te weten dat het kan. Wat je wel krijgt voor het extra geld wat je investeert, is een stuk beter afgewerkt interieur. Het is hier een stuk stiller, maar ook alle hendeltjes en knopjes, alles wat je beetpakt, het voelt gewoon net even een stuk degelijker. Alsof het 200.000 kilometer meegaat. Dat idee heb je in de Dacia gewoon wat minder. En hij is een stuk praktischer. Uiteraard kan de achterbank gewoon plat in de Dacia, maar hier kun je het hele achterste gedeelte in drie delen schuiven, klappen, eruit halen. Kortom, voor elke situatie kun je de auto configureren zoals je hem nodig hebt. En dat is heel prettig. Uitrustingsgewijs, het is een beetje wegstrepen. Je betaalt flink meer, dan heb je geen navigatie, maar je hebt bijvoorbeeld wel weer gescheiden airconditioning. En je hebt een regen- en lichtsensor. En dat moet de Dacia dan weer ontberen. Dus qua uitrusting, een beetje stuivertje wisselen. Blijft overeind, het is toch wel een flinke meerprijs. Twee SUV's voor een schappelijk bedrag. En toch gaat er een behoorlijk klasseverschil tussen deze twee auto's. Want zoals de Yeti hier staat, met een beetje leuke uitrusting, is het toch bijna 30.000 euro wat je erop stuk moet slaan. Maar dat is wel een auto die gewoon helemaal afvoelt. Afgewerkt, goede aandrijflijn, kortom, een uitgewerkt product. En deze Dacia, ja, daar zijn kosten bespaard, hoekjes van afgeknipt.
En dat is helemaal niet erg, want hij is, zoals hij hier staat, ook gewoon 7000 euro goedkoper. De enige vraag is dan, ben je bereid om dat compromis te sluiten voor die lagere aanschafprijs? Het zou in ieder geval geen gekke gedachte zijn.